De regering Bouterse Adin zal onverkort verder gaan met het bouwen van sociale woningen. Dit zei minister André Mizikabe van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Volgens de bewindsman is reeds in 2017 met de Islamic Development Bank een leningovereenkomst getekend van $35 miljoen voor de bouw van 200 woningen. Aan het begin van dit jaar is er een aanvang gemaakt met het opzetten van alvast 150 woningen in Voorburg, Kommewijnen, aldus Mizikabe. Binnen het eerste jaar is het streven ongeveer 200 woonoplossingen te realiseren en zal gestart worden met het bouwrijp maken van beschikbare grond te Voorburg voor circa 150 woningen voor mensen die niet over een perceel beschikken, die vervolgens in 2020 en 2021 zullen worden opgeleverd. Bij de toewijzing van deze woningen zal voor de doelgroepen senioren burgers en mensen met een beperking een speciale reservering gemaakt worden. Per 2019 zullen simultaan ook de andere mogelijkheden in stad, district en binnenland beschikbaar zijn voor zelfbouw, renovatie of uitbreiding onder AHP-programma. De minister kondigde ook aan op te zullen treden tegen wanbetalers van huurwoningen die onder sociale zaken vallen. Het ministerie is thans bezig met een inventarisatie van huurachterstanden en de waardebepaling van de woningen en zal op kort termijn, let wel op kort termijn, overgaan tot een structurele aanpak van de verkoop van deze woningen. Uiteraard conform de juiste wettelijke bepalingen. Het proces zal echter gefaseerd plaatsvinden. Voorzitter, de vraag die herhaaldelijk door uw geacht lid Abdul, thans leider van de fractie van de NDP, ten aanzien van de woningen van het Sofiaslus project is gesteld, is niet aan dovemans oren gericht. Ik kan meegaan met de fractieleider, voorzitter, wanneer hij stelt dat de huizen tegen een redelijk bedrag van de hand moeten worden gedaan, voorzitter. Ik zal de leiding van de regering een concreet uitgewerkt voorstel doen toekomen, voorzitter, en gedurende het hele traject zal de fractieleider worden geïnformeerd. Tot zover minister André Mizikabe gisteren tijdens zijn eerste optreden in het parlement als minister van Sociale Zaken.